Ik heb hier de Flashbomb hoed. Dus dat is voor iedereen die een non-hooded wetsuit heeft, maar wel nog een hoed erbij wil hebben dat hij de hele winter door kan surfen. Ten eerste zie je, heel bijzonder, double layer nek. Dus deze, dit stukje nek komt onder je wetsuit. Dan ga je je wetsuit dicht doen en dan komt deze eroverheen. Dus als je door de golven heen duikt of valt, wordt het water naar buiten gechanneld en loopt niet je wetsuit binnen. Dus dat is heel mooi. Verder zien we dat de hoed van de buitenkant single lined neopreen is. Dus het is een rubberachtig neopreen wat niet volzuigt met water. Dus als het heel koud is of er heel harde wind staat, dan heb je het lekker warm. Dit is een high-end product, dus je hebt het sowieso lekker warm. Ja? Aan de binnenkant zien we flash lining. Dus dat is dat lekker thermomateriaaltje van Rip Curl. Dat is extra warm, dus dat houdt je lekker warm bij je hoofd. Dat is belangrijk, want 80% van je lichaamswarmte kan over je hoofd weggaan. En nog een keer extra gesield met E5 tape over de naden, dat er nog minder water binnenkomt bij je hoed. Ultra flexibel, dus hij zit lekker soepel en lekker strak. Je kan instellen hoe strak je hem wil hebben, dat ook geen water meer aan de zijkanten binnen schiet. Natuurlijk nooit te strak zetten, anders klem je je hoofd helemaal af en dan krijg je hoofdpijn. Ja? Dus, heb je nog meer vragen, kan je ons altijd bellen of stuur een mailtje naar shop@heartbeach.nl.